Op donderdag 30 juni organiseerde Land van Kuik Boerdbewust voor de tweede keer een partner-event. Dit deden zij bij de familie Egelmeers in Wanrooij. Na het ontvangst en de lunch opende Hugo Bens, voorzitter van Land van Kuik Boerdbewust, het partner-event. Hij vertelde wat Land van Kuik Boerdbewust in het verleden zoal heeft georganiseerd. Ook was het tijd voor discussie over een aantal stellingen. Groepsgewijs werden deze stellingen bediscussieerd en daarna werden de antwoorden doorgenomen. Het woord is nu aan Klaas Dijkstra. Hij is marketingstrateeg pluimveehouderij. En zijn onderwerp is open en eerlijk duurt het langst. Maar niet altijd. Hij geeft aan waarvoor de sector diverse valkuilen zitten en hoe deze voorkomen kunnen worden. Tevens laat hij zien hoe grote organisaties veel aandacht naar zich toe weten te trekken. Ook was wethouder Mark Jansen van Gaal van de gemeente Land van Kuik aanwezig. Hij heeft in zijn portefeuille ruimtelijke ordening en landbouw. In ieder geval goed te horen dat jullie zo bewust bezig zijn, ook samen met de sector. Het is ook belangrijk dat je elkaar inspireert, want ik snap echt wel heel goed dat het moeilijke tijden zijn. Maar laten we gewoon met elkaar samen de moed erin houden. En als je hier rondloopt, dan krijg je ook weer nieuwe inspiratie. Dus blijf dat ook vooral doen, blijf die verbinding leggen. En dan voor de gemeente, qua stikstofkaarten en dat soort zaken, we krijgen heel veel over ons heen. Maar wij zeggen ook van, in dit gebied is juist ruimte, die kaart die pas gepubliceerd is, dat heb ik ook officieel vanuit de gemeente mogen delen, dus het is niet alleen maar een beetje meepraten, het is ook gewoon de kaart die wij wel zien van oké, de kaart die is er zo neergezet, maar het is niet meer wat ons betreft dan een startpunt om vervolgens het gesprek te voeren met de provincie, zodat wij hier in het gebied die oplossingen kunnen bedenken, want u als agrarische sector bent de oplossing van het probleem en niet het probleem zelf. Dus heel veel succes de komende tijd, hou moed, weet ons te vinden en weet elkaar te vinden. En wij zullen er alles aan doen als gemeente om de komende paar jaar dat we dat mogen doen. Het verhaal van gezond dichtbij met de smaakmakers vanuit het smaakcentrum tot en met ook u als boer. Iedereen, de school, iedereen erbij betrekken zodat we trots kunnen zijn en blijven op de agrarische sector. Want Land van Kuik, boerbewust. Succes! Als laatste spreker liet gastheer Egelmeer zien hoe zijn bedrijf is opgebouwd en hoe zij er alles aan gedaan hebben om energie-neutraal te werken. Hij sloot af met het volgende filmpje. We zijn op de duurzame varkenshouderij van Mat. Ik ben Mat, 34 jaar, ik woon in Wanrooij en ik heb samen met mijn ouders en mijn broertje een modern varkensbedrijf. Hoe werkt het nou eigenlijk hier op het bedrijf? Ja, ik wou jou graag iets vertellen over onze zonnepanelen. We hebben zonnepanelen liggen op ons bedrijf en een gedeelte wordt op dit moment geïnstalleerd. En dadelijk maken wij voor grofweg 170 huishoudens stroom. Dat is veel? Ja, dat is heel veel. En daarmee zijn we ook zelfvoorzienend in onze energie. Dus eigenlijk maakt de zon alle energie die wij op ons bedrijf gebruiken. Dus jullie kopen helemaal geen stroom in? Per saldo kopen wij helemaal geen stroom meer in. En wat is er nog meer op het bedrijf wat duurzaam is? Wij gebruiken onder andere heel veel reststroom uit de levensmiddelenindustrie en we hebben een luchtwasser en dan gaan jullie dadelijk bij mijn broertje op het bedrijf kijken. Nou, laten we dat gaan doen. Mijn naam is Willem, ik ben 26 jaar en ik doe dit varkensbedrijf samen met mijn ouders en mijn broer Matt. Dus we zijn hier bij de luchtwasser? Ja, we staan in de technische ruimte van de luchtwasser. En de luchtwasser die wast eigenlijk de vuile lucht
tanden varkens een groot deel van de ammoniak eruit, 85%, en een groot deel van de fijnstof en de geur. En deze pompen die pompen eigenlijk continu het water over de pakketten heen. En doordat er veel varkens achter de luchtwasser liggen, komt er veel warme lucht door de luchtwasser heen en warmt het waswater op. En die gebruiken wij weer om de biggetjes te verwarmen. Door deze warmtepomp achter de luchtwasser hebben we geen gasverbruik meer. Oké, dus we hebben de zonnepanelen en we hebben de luchtwasser, wat duurzaam is op dit bedrijf. Wat hebben we nog meer wat duurzaam is? Of is er nog meer? Wij voeren ook nog reststroom, maar dan kunnen we wel even gaan kijken. Oké, dus we zijn hier bij de restproducten waar je het over had. Ja, hier zitten onze restproducten opgeslagen. Dus denk bijvoorbeeld aan bier of koekjes of snoep. En dan blijft dus eigenlijk allemaal over van wat er eigenlijk gemaakt wordt voor de mensen. Ja, normaal gesproken wordt dat bijvoorbeeld weggegooid. Alleen wij kunnen het nog aan onze varkens voeren. En daarmee een lekker en duurzaam stukje varkensvlees produceren. En de varkens vinden het ook lekker? Ja, die vinden dat heerlijk. Dus door het voeren van deze restproducten, gaan wij verspilling tegen en dragen wij bij een stukje duurzaamheid. Nou, bedankt voor de rondleiding en mooi om te zien dat de varkenshouderij zo duurzaam is. Graag gedaan. Hopelijk heb je er wat van geleerd. Zeker. Op deze varkenshouderij hebben we vandaag verschillende dingen gezien, zoals de zonnepanelen, de luchtwasser en het voeren van reststromen. Het waren allemaal onderdelen van duurzaamheid. In de volgende video gaan we kijken naar de zichtstal. Dus hoe kun jij nou zelf bij de varkens gaan kijken? Als afsluiting van de dag werd het bedrijfsbord Land van Kuik boerbewust onthuld door wethouder Mark Jansen van Gaal van de gemeente Land van Kuik. 3, 2, 1, go! Dankjewel. Succes, hè? Dankjewel. Succes. Dankjewel. Hey, succes. Dankjewel. Hey, succes. Dankjewel. Mooi. Eigen zwijns erbij. Goeie leven. Ja.